Dit is Fred van Verleden. Vroeger was alles beter. Toen waren mensen nog lief tegen elkaar. Fred vond vroeger alles beter. Vroeger dachten we zelf nog na. Maar nu is iedereen met die stomme telefoontjes bezig. Oh, dan heb je weer zo'n kudde. Kinderen. Fred lunchte elke dag in het park. Lekker rustig. Dat deed hij al jaren zo. De plaatsen zijn herfst. Vele seizoenen. Maar vandaag waren er ook kinderen in het park aanwezig. Fred begon zich nu al aan de kinderen te ergeren. Die meiden hadden een telefoon. Gewoon een app. TikTok. Tik-tik. Die meiden lekker nog allemaal lunch eten. Kina, mijn spelling is me. Alleen bezig met telefoons. Hé jongens, kijk. Ik heb een rondleiding gewonnen in de grote plastic fabriek in de stad. Een plastic fabriek? Ja, het is toch leuk? Oké. Maar kijk, er staat hier dat het voor 3 personen is. Gaan jullie mee? Ja. Ik weet niet waar. Plastic is heel slecht voor het milieu. Ja, maar dat maakt toch niet uit? Het is toch leuk om te zien hoe zo'n fabriek in werking gaat? Of niet? Prima. Ja. Yeah. Ja. Wat een herrie. Fred kon er niet meer tegen. Ik ga op kantoor eten. Die moet ik ook wel meenemen. Die jeugd van tegenwoordig. Oei, eerst herrie maken en daarna ook nog in de weg lopen. Toen Fred thuis kwam, was hij er nog steeds niet overheen. Gietje, wat had ik vandaag gehad? Oh, dat die jeugd. Ik was mijn broodje aan het eten en toen kwamen die kinderen die gingen zo dat die herrie maken. Toen wilde ik naar kantoor en dan kon ik er niet eens langs. Och, je meent het. Ze waren alleen met telefoon bezig. Ze zagen hem niet eens. Verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Was het eigenlijk op je werk, schat? Ja, ze waren. Ik weet wat ik gehoord heb. Dat er een groep kinderen, die hebben een prijs gewonnen. Dat ze kunnen kijken naar mijn goede fabriek. En dus ik denk dat ze dat heel geweldig zou vinden. Oh ja, dat zullen ze echt wel fantastisch vinden. Volgens mij neem je mij helemaal niet serieus. Wat eten we eigenlijk vanavond? We eten iets vegetarisch, schat. Dat het blijkt goed te zijn voor het milieu. Wat? Vegetarisch? De volgende dag bij Fred's plasticfabriek kwamen de kinderen langs voor de rondleiding. Ze waren heel nieuwsgierig. En dan is het goed voor mij. Heel zijn. Nou, zullen we dan maar aanbellen, meiden? Oké. Okay. Ja, ik wil wel aan. Ah, leuk. Jullie komen voor de rondleiding. Kom maar mee. Ze zouden die grote fabriek zien waar ze al dat plastic maken. Maar de rondleiding ging alleen door het kantoor. Maar toen... En dus hier hebben jullie heel lang op gewacht. Het gaat heel leuk worden. Gaan we nu echt in de fabriek kijken? Nee, het is nog leuker. We hebben speciaal voor jullie... een presentatie die 2 uur duurt. 2 uur. Een presentatie die 2 uur duurt? Oh nee, kan het nog saaier? Dit is plastic zakje A en dat is plastic zakje B. En dat is plastic zakje C en dat is plastic zakje D. En weet je wat heel grappig is? Heel belangrijk is van plastic. Hallo, zijn jullie nu in slaap gevallen? Nee. Maar alle plastic is toch helemaal niet goed voor het milieu? Maar mensen hebben plastic nu eenmaal nodig. Jullie hebben toch ook jullie lunch in een plastic zakje zitten? Nee, wij doen onze lunch in een theedoek.
Ja, maar jullie hebben toch wel jullie drinken in een plastic beker zitten? Nee, wij hebben ons drinken in een glazen pot. Dat is veel beter voor het milieu. Oei, deze kinderen zijn wel heel goed met het milieu bezig. De mevrouw begon maar snel over iets anders. Oh, is het al zo laat? Ik heb nog een verrassing voor jullie. We gaan een kijkje nemen in de kantoor van de directeur. Ondertussen op het kantoor van Fred. Weet je wat ik gisteren had? Ik ging een broodje in het park. En toen kwamen die kinderen voorbij. Vreselijk. Oh, kinderen. Ja, kom maar binnen. Welkom. Ik heb natuurlijk een geweldige fabriek, hè? De geweldigste fabriek. Ik lees net dat jullie de vervuilendste fabriek van heel Nederland zijn. Ja. Heb je ze weer met die telefoontjes? Nou, dan heb ik nog wel een vraag, hoor. Hoeveel CO2 stoot de fabriek uit? Nou, dat weet ik niet precies, maar dat valt best wel mee, hoor. Nou, dat valt helemaal niet mee, hoor. Jullie fabriek stoot 4,1 megaton per jaar uit. En daarmee zijn jullie de meest vervuilende fabriek van heel Nederland. We zijn een groot bedrijf, daar kunnen we ook helemaal niks aan doen. Maar precies op dat moment... Schatje, je bent je lunch vergeten. Nog meer plastic. Kijk dan maar hoe je luncht. Je hebt hier een plastic bordje in een plastic zakje. En een koek die in plastic zit. En dan nog meer in een plastic zakje. En een bekertje in een plastic zakje. En dat doe je allemaal ook nog eens in een plastic zak. Dat is toch niet goed voor het milieu? Maar we doen ook goede dingen. Ja, je weet, de afval scheiden. Ja, afval scheiden. Ja, daar heeft Fred gelijk in. Afval scheiden is hartstikke goed voor het milieu. Maar ze gooit alles in dezelfde bak. Ja, dan heeft het natuurlijk totaal geen zin. Ja, jullie hebben wel gelijk met al dat milieu. Maar op mijn leeftijd is het best moeilijk om te leren en zo. Ja, hij is gewoon heel oud. Vroeger was dat allemaal gewoon niet zo. Maar wij kunnen het je best wel leren. Echt? We lopen de fabriek door en dan kunnen we laten zien wat je allemaal kan veranderen. Ja, dat zou echt geweldig zijn. Kom maar mee! En zo leerde Fred met behulp van de kinderen om meer naar de toekomst te kijken en wat minder naar het verleden. En zelfs Fred moest toegeven dat de jeugd van tegenwoordig toch een stuk beter met het milieu bezig is dan de volwassenen. Hey, wat leuk dat ik je nog even zie hier. Nou ja, de film is afgelopen, maar je bent nog lang niet klaar hier op ons YouTube-kanaal. Want we hebben daar nog bloopers, je kan hier nog andere films kijken. En als je nog niet geabonneerd bent, kan je dat ook nog doen. Dus je bent nog wel even bezig. Hey, dankjewel en doei!